Mooi, de Kittensal Quattro, die zijn nu 8 weekjes oud. En het is wel verstandig om ze alvast te laten wennen aan het kammen. Ik heb daarvoor een klein kammetje. En dan ga ik gewoon rustig over het kitten heen. Dan kan die al goed kennis maken ermee. Quattro die komt ook even kijken. Zo. En als ik dat al regelmatig doe, dan kunnen de nieuwe eigenaren ermee doorgaan. En dan raakt hij er langzaam aan gewend. Mijn eigen katten die kam ik ook. Die doe ik ongeveer 1 keer in de 2 weken. Het ligt er ook aan of het buiten heel veel regen. Sommigen die vinden het echt lekker om buiten te lopen. En dan gaat het wat meer klitten, dus dan moet ik ze wat vaker doen. Ik hou ze wel goed in de gaten. Als ik ze optil, dan controleer ik ze ook gelijk. De grote hond vinden ze nog een beetje spannend, vooral als die gaat schudden. Of aparte bewegingen maakt, dan hebben ze zoiets van oeh, wat is dat? Maar het gaat steeds beter, dus ze kunnen al goed wennen eraan. En ze zoeken ook regelmatig de andere kittens op en dan gaan ze bij elkaar liggen. En dat doen ze natuurlijk uiteraard op bed. Dus dan liggen ze met z'n allen op mijn bed. En nou ja, het is wel heel schattig om te zien. Dus dan kan ik ze in de avond allemaal weer terugzetten. En de andere kittens die gaan bijna weg, dus daar gaan we nu kittenpakketjes voor maken en die ga ik eventjes bij elkaar zoeken. De kittens van Quattro die zijn 8 weken oud en de kittens van Sidora die zijn 12 weken oud en daarvoor hebben we nu wat speelgoed gehaald. Dan kunnen ze mee met de kittenpakketten en wat voer. Dus dan zullen de nieuwe eigenaren blij mee zijn.